Monique, we willen het met jou over topsport gaan hebben. Maar hier zit eigenlijk de belichaming van hoe het topsportklimaat in Overijssel toch best prima doet, hè? Ja, nou, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden. Hè. We hebben natuurlijk twee Olympische kampioenen in Overijssel. En nou ja, ik hoop dat over 10 jaar dat we ook nog steeds kampioenen kunnen huldigen. Want dat zijn wel goede voorbeelden ook om mensen, kinderen ja, op te jutten om te gaan sporten. Het heeft een aanjagende functie. Afgelopen zondag hadden wij al die toppers hier bij RTV Oost in huis vanwege de verkiezingen. Of het sportmoment van 2016. Laten we maar even kijken. Ja. So, cut my hands and pull my arms in. Oh, unforeseen but no surprise. Oh, all the men and all the armies. Als je dit allemaal voorbij ziet komen, Monique, dan hoef je eigenlijk bijna geen zorgen meer te maken. En toch maak jij je zorgen over het topsportklimaat in Overijssel. Ja, nou ja. Kijk, ik ben de politiek ook heel bewust ingegaan omdat ik wel de stem van de sporten wilde laten horen. Wij zien op tv natuurlijk alleen de kampioenen, de toppers die echt aan de top staan. Maar daaronder zit nog zo'n grote groep die het zo moeilijk heeft om wel die stap te kunnen zetten. En het laatste 1,5 jaar zijn we echt met verschillende partijen. Nou allereerst al binnen de provincie is het gewoon echt wel een topprestatie geweest. Dat we gezamenlijk echt met alle partijen hebben gekeken. Wat gaan we doen op het gebied van breedtesport om te stimuleren. Dat de gezondheid wordt gestimuleerd. We hebben 1,5 miljoen bij elkaar gesprokkeld. Ja, we hebben 1,5 miljoen beschikbaar gesteld. Echt met als doel om mensen te stimuleren meer te gaan bewegen op het gebied van vitaliteit. Ja. En topsport is daar een heel essentieel onderdeel maar van. Maar nou zeg je dat de gemeente en Topsport Overijssel eigenlijk een beetje te veel achteroverleunen op dit moment. Het is geen gespreksonderwerp. En ik ben de gemeente, althans wij zijn de gemeente, ontzettend hard nodig. De laatste jaar zijn we met ROC van Twente, Saxion, de sportbedrijven, Ocon, ontzettend hard bezig geweest om echte mensen bij elkaar te vinden van nou, we moeten hier gezamenlijk in optrekken. Onderwijsinstellingen, jij kan het combineren inderdaad goed met school, maar er zijn ook veel talenten die het niet goed kunnen combineren. Ja. En het zou zo mooi zijn als er straks weer één netwerk is, één platform in Overijssel. Maar is het te versnipperd dan, naar jouw smaak? Ja, het is heel erg versnipperd. Hè. Heb je daar voorbeelden van? Ja, heel veel. Als je kijkt naar de regionale talentencentra in Enschede, hebben ze best wel moeite moeten doen om inderdaad de judo te vestigen. Terwijl in Almelo heb je een hele mooie ISPA staan. Eigenlijk iedere gemeente is op zijn eiland bezig. En ik zou het zo mooi vinden als we daar gezamenlijk een agenda in kunnen voeren. Ja. En de bereidheid is er. Dat zegt trouwens met de judo. Mijn broertje die is internationaal judoka lang geweest. Studeert nu in Leiden. Ja. En die heeft inderdaad ook dat probleem gehad dat hij op een gegeven moment overal moest gaan judoen. Terwijl in Almelo staat die hal. Ja. Ja, en dat heeft hem op een gegeven moment heeft hij gezegd van ja, al dat reizen, hij moest naar Nieuwegein, naar weet ik veel wat allemaal plekken. Hij stond buiten Overijssel. Dus een goede judo was in Almelo. Ja, maar die is er ook inderdaad. Ja. Ja. Je ziet gewoon dat de bereidheid er is. Hè. Die bouwstenen die zijn er. Maar ik mis nog het organisatorisch vermogen om dat aan elkaar te verbinden. En als ik individueel met de wethouders spreek, dan willen ze daar ook echt wel graag in mee. Maar ik denk dat het nu tijd is om daar actie op te zetten. Want als wij die 1,5 miljoen gaan versnipperen in Overijssel, dan over een jaar kun je niet zien wat ermee is gedaan. En dan denk ik dat de bereidheid om te investeren weer is. Het ook weer, iets wat voortkomt uit jouw eigen herinnering? Want je bent, we kennen je allemaal als voormalig schaatster. Ja. Is dat iets wat je zelf gemist hebt? Nee, bij mij was het heel goed geregeld. Ja, Martie ten Kate was toen hier verantwoordelijk voor het steunpunt. En ik kon inderdaad de sport en de studie vanuit Saxion goed combineren. En dat steunpunt is er niet meer, dat is weggevallen. Waarom is dat weggevallen? Gewoon ordinair wegbezuinigd? En ook niet de verbindingen met elkaar gezocht. Topsport Overijssel is wel echt actief in Zwolle en daar doen ze echt goede dingen. Maar het moet veel breder getrokken, heel Overijssel in. En ik hoop dat we dat het komende jaar kunnen vlot trekken. En ik ben daar echt de gemeente ontzettend hard bij nodig. Ja. Is er jou, een voetbal is natuurlijk altijd anders dan alle andere sporten, maar heeft het jou wel aan iets ontbroken ooit? Toen je in Almelo woonde en in Enschede studeerde, in Hengelo trainde? Nee, eigenlijk niet. Als ik naar mijn directe kring kijk, denk ik dat mijn ouders een heel belangrijke rol hebben gespeeld in de ondersteuning. Ik bedoel, mijn ouders stonden elke ochtend heel vroeg op. Mijn vader, die maakte het ontbijt. Ja. Ja. Maar op voetbalgebied verder ook, nee. Het was een periode waarin Twente heel erg groot werd. Dus alles was er mogelijk. Ja, alleen de jaren van Twente. Ja, maar ik zag wel omheen inderdaad. Ik heb op het Zeker Lyceum bij de zusjes Wevers in de klas gezeten. Mm-hmm. Nou ja, en dat zouden mooie ambassadeurs zijn, denk ik ook, in deze. Om daar iets, daar een rol van betekenis in te hebben. Ik heb veel gedonderd met de Twente-vrouwen.
Dat je gewoon eigenlijk het topsportklimaat, alle onderdelen die je nodig hebt, dat je die in Twente mist. En nadat het feit dat het financieel slechter ging met Twente, zijn de Twente-vrouwen verder gegaan in de stichting. Ja. Dus de oproep van jou gaat me na aan het hart vanuit mijn sporthart, laat ik het zo zeggen. Ja. En ik vind dat Twente, maar jij spreekt vanuit Overijssel, terecht. Ja. Maar als je kijkt welke kansen en mogelijkheden er bijvoorbeeld in Twente liggen, men laat het gewoon liggen. Maar het gebeurt, hè, want het is heel mooi. Kijk, Saxion, ROC van Twente, ik noem ze ook al, sportbedrijven, die willen echt heel graag daar samen in optrekken. Dus de bereidheid is er. En dan ben je ook niet afhankelijk van de financiële middelen uit de politiek. Ik denk dat je daar... Ja, want is het iets, want jij bent de politiek ingegaan, ook wel heel erg duidelijk met dit op de agenda. Terwijl het echt provinciaal maar een heel klein thema is. Dat is maar een heel klein onderdeel. Maar is het ook wel iets wat provinciaal en bij de politiek moet liggen? Of is het ook wel iets dat gewoon bij de mensen zelf ligt? Ligt die bal ook niet gewoon bij de individuele talenten die misschien zelf vanzelf ook komen bovendrijven? Ik denk wel dat het bij de politiek ligt. Want als je nu naar de hedendaagse politiek kijkt, of überhaupt naar de maatschappij... Ja, is er überhaupt een versnippering, een versplintering in de maatschappij kenbaar? En als iets verbindt, is het sport. Olympische Spelen, een wereldkampioenschap voetbal. Dan vergeten we even de problematiek. Ik bedoel, als het in Frankrijk al ervoor zorgt dat iedereen gebroedelijk over straat gaat... Nou, daar hebben ze echt, denk ik, nog grotere problemen. Nog grotere versnippering. Dan kan dat hier al helemaal. Dus ik vind zeker, en dat vind ik echt een heel goed initiatief... dat de politiek daar zeker mee bezig is. Ja. Ik denk ook dat je moet kijken naar de versnippering van... de politiek vanuit de steden zelf, hè? Oh. Want even hier dicht bij huis, Hengelo voert zijn beleid, Enschede voert zijn beleid, concurrerend met elkaar. Maar verenig je nou eens? We zijn veel te klein om met elkaar te concurreren. Volgens mij, Monique, heb jij deze tafel al om? Denk het wel, of niet? Ja, het is gewoon belangrijk. En ik vind het gewoon tof dat we in de Statenzaal gewoon weer over sport kunnen spreken op een goede manier. Dat het belangrijk is voor iedereen dat jong en oud ook gewoon kunnen sporten. En ik denk dat het heel goed is. Bij deze mag ik jullie allemaal danken, onze gasten van vanavond.